Hallo kijkers van IT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hartse van Rivier. Vorige aflevering heb ik het Nederlandse Benelux-regio weer overgenomen als Nederland zelf. En ik ben best wel blij hoe het met de vorige aflevering ging. Vanwege het feit dat we ook gewoon heel wat hebben kunnen regelen in de eerste paar jaartjes. En ja, we zijn nu dus nog bezig om, ja, in ieder geval onze koloniën in... Hoe heet dat zo weer? Congo? In ieder geval eventjes als een beetje alvast te verdedigen. Mochten ze dan een keer een oorlog uitbreken tussen mij en de rest. Tussen mij en de rest, ja, dat is heel logisch. Even zien. Oké, Italië heeft met oorlog in Joegoslavië. Italië is het ex gejoined. Dat is mooi. Of het is niet zo mooi. En Joegoslavië is in de allies. Dus dat kan betekenen. Zo, Duitsland. Jezus, dat is rustig. Kijk, hier was ik nou al nog niet echt helemaal voorbereid. Nee. Dus ik blijf nog maar gewoon even wachten. Zo. Maar ik ben nog niet helemaal voorbereid om een oorlog überhaupt te beginnen. Het zou het fijn zijn als ik een keer Frankrijk over kan nemen, maar dit gebied. Dit vind ik wel jammer, dat het nu al heel slecht gaat in Ethiopië. Joegoslavië is al kapot, mooi. Laat ik gewoon even het maken. Want veel manpower geven ze, of hebben ze toch niet nodig. Dat scheelt. Oké, ik ga nu eventjes wat bij de grens van Australië neerzetten. En dan zet ik hem tot hier neer. En dan moet ik de rest eventjes daar hier neerzetten, zodat ik dan ook nog daar in ieder geval Engeland en Frankrijk kapot kan maken. Oké, hier wordt niet echt heel erg blij van. Zo. Dat is beter. Oh, Warschau is al aan het vallen. Oh ja. We gaan naar Duitsland zeker Dancing of War doen ofzo. Even zo. Laten we deze camera op gaan. Crush the opposition. Betere wapens regelen. Oké. Wil ik de helft selecteren in 1. En de andere helft, die zet ik daar. Oh. Want dat doe ik dan gewoon mooi zo. Want hier hebben ze toch nog geen troepen staan, dus dat scheelt. Lithuania is capitulated.
Blitzkrieg. Eigenlijk moet ik nu wel eens even gaan regelen dat ik tanks krijg, want zijn we het nog steeds niet? Waar zijn hun? Ah, ze zijn er. Mooi. Vooral wel zeggen. Beter artillerie's. Hoe meer, hoe beter. Och, ook nog met Zwitserland. Oh ja, Hongarije zit natuurlijk ook nog in de dingen. Op Place in the World. Ja, dan kunnen we wel factions maken, maar ik denk niet dat we dat nodig hebben. Het is altijd wel handig om te hebben. Maar voor heavy tanks gaan. Ja, we hebben toch nog 15 civilian factories om het toch nog wel een beetje goed te doen. Oké, laat ik maar gewoon even de oorlog joinen. Deze die zet ik even hier neer. Oké, aggressive. Agressief. Jullie ook aggressive. Oh, eentje is op het kapot. Och. Yeah, mijn hele vloot is kapot. Fall of Paris, nice. Even dat gebied even overnemen. Oh ja, natural focus, de Dutch Empire. Oké, top. Jullie kunnen dan al gewoon dit gebied mooi garrisonen. Laat ik maar even wat meer divisies erbij maken.
Laat ik maar even drie regelen. In Duinkerken zijn ze nog goed bezig met de oorlog. Zo van, ja la 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 la. Ah, moet je kijken, Romania. Oké, ik wil dat jullie dit gebied gaan verdedigen. First capitulated, nice. Ja, dat begrijp ik. Als we een heavy tank hebben, dan gaan we beginnen met de productie daarvan. Oh nice, hij kan nu meer troepen aan. Dat kan handig zijn. Nou, hier gaat het in ieder geval ook echt goed. Het is ook wel fijn dat ik nog niet Nederlands als Indië in de oorlog heb laten komen. En dat hoeft dan natuurlijk ook nog niet. Yay. Hope is under war. Oké, 10 troepjes voor. Oh, blijf jullie met daarbij. Sorry als jullie doodgaan, maar dat is niet mijn fout. Oké, als jullie daarna Zuid-Afrika ook nog even kapot maken, dan vind ik helemaal mooi. Joh, laten we gewoon even heel wat olie eruit halen. Nederlandse submarine fleet. Ga ik van Nederlands naar Engels, ja. Onderzeeboot. De visies. Heel goed getypt, Mark. Ja, dankjewel. Dank je, ja. Productie. Zo ja, dat lijkt me wel het beste. Monarchism. Oh, dat was snel. Oh ja, hou eens op met dat
verdomde neveldingen. Maar het is dat natuurlijk het Engelse kanaal best wel hevig is verdedigd. Waar gaan al mijn manpower heen? Goeie Nederlandse zin, joh. Okay, jullie gaan maar even hierbij. Laat ik hier maar even mee stoppen. Ook al dat het een of andere manier, waarschijnlijk hierdoor, de hele tijd troepen aan het kwijtraken zijn. Zijn er nog keuzes die ik kan maken? Nee, niet echt. Sovjet-Unie. What the fuck? Oh, war with Germany. Man, oh man, waar gaat al mijn manpower doorheen? Ik ben niet eens meer zo agressief. Toch, Spanje helft. Ah, fuck it. Ik heb weer build manpower erbij. Hoi. Toppie. Ik weet niet hoe, maar hey, toppie. Royal Dictatorship. Nee. Ik kon er geen Wilhelmina. Hey. War economy. Of ik ga nu deze aflevering afsluiten. Komt er ook volgende. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.